Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft vanmorgen de opening gedaan van het gebouw SENASU, de Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname. Het centrum werd geopend op 11 november 2011 en werd gezien als een grote stap vooruit in het realiseren van kwaliteitsonderwijs. Volgens minister Marie Levens gaan leerlingen over naar de volgende klas door keihard te studeren. De gemeenschap moet er vanaf stappen om kinderen te dwingen te kiezen voor de A- of B-richting, zegt Levens. Heel Suriname gaat handelswetenschappen doen, een ander deel gaat wisselen natuurlijk doen. Wat gebeurt er met de mensen die van ICT houden? Wat gebeurt er met de mensen die van kunst en cultuur houden? Wat gebeurt er met die mensen die van talen houden? Of daar nu goed zijn? Ik denk dat u de cijfers kent van die overgang van 2 naar 3. Statistieken helpen ons. Statistieken helpen ons. En u ziet dat daar de grote uitvallers zijn. Wat doen we nu? We houden ze allemaal vast, want we geven meerdere keuzes. Er komen meerdere keuzes voor de kinderen. We houden ze vast, want we hebben de ontwikkelde mensen nodig. En we zijn bezig met 2 nieuwe studierichtingen. BLOC is in Nikeri begonnen. De aftrap was in Nikeri vorige week, of 2 weken geleden. Voor BLOC. BLOD is bijna af. Dat is de kunst- en cultuurrichting. Volgens president Chandrika Prasad Santokhi moet de onderwijsminister verder gaan met het uitvoeren van dit project. Want het was een project dat reeds bestond, maar verkeerd is uitgevoerd. Dat naschools onderwijs op het veld, talentonderwijs, creatief onderwijs, maar ook kinderen die bijlessen nodig hebben. Dat er een speciaal team komt. Niet doorgaan met die vermoeide leerkracht. Die is al moe. Die heeft ook een gezin thuis. Een ander team dat over moet nemen om door te gaan. Met naschools onderwijs. Op maat gestuurd onderwijs voor die kinderen. Dan gaat u een andere maatschappij krijgen. En vandaag staat u. Hier. Met dit centrum. En laat dit centrum gezien worden als een hoeksteenminister voor die duurzame ontwikkeling wat we willen hebben. Voor totale samenleving. U bent centrum voor totale samenleving. U bent centrum voor alle ontwikkelingsgebieden. U bent centrum voor alle ministeries. Het staatshoofd onderstreept dat dit project niet alleen een succes moet zijn voor het ministerie van Onderwijs, maar voor het totaalbeleidskader van de regering.